Heb je wel eens over nagedacht om zo'n ouderwets zo'n rietje in de reet van een kikker te stoppen en hem dan op te blazen? Nee, dat vind ik een beetje te ver gaan. Oh, dat is je bent geen dierenbeul. Ja. Wat een geweldig zomersweertje, hè? Ben je aan het genieten? Volgens mij is het 2 dagen mooi weer, toch? Ja, nou ja, het hele weekend toch al. Het is toch gewoon godverziek het heet. Hooikoorts. Verschrikkelijk. Ja, hooikoorts wel, maar ik vind het niet... Heb jij daar last van? Ja, zeker. Nou, daar zie ik helemaal niks van. Ja, ik ben niet zo aansteller als jij, maar ik heb er wel last van. Dat is verschrikkelijk. Ik ben aan het niezen, ik heb jeukende ogen, ik heb kriebel in mijn huig. Ja? Ja, nee, zeker. En wat gebruik je er tegen? Niks. Niks? Ja, niks helpt. Pff, ik heb al zoveel pilletjes, oogdruppels. Ja, maar dat jij gek op medicatie bent, dat is één ding. Maar helpt er iets? Nee, je blijft zoeken. Je blijft nieuwe dingen kopen. Nee, er helpt niets tegen. Het is gewoon uitzitten. Ja. En voor je het weet is het weer winter. We gaan het in ieder geval proberen. En iets anders... Godjinge, ik ben zo moe van die hooikoortstabletten. Ik slaap bijna niet meer. Zie je moe? Ja, misschien moet je moet dus die hooikoortstabletten, die neem ik dus expres niet. En waarom niet? Omdat je er zo moe van wordt. Omdat je er moe van wordt. Och, en dan misschien nies je 3 keer minder. Alleen je zit de hele dag alsof je geen 3 weken hebt geslapen. Alsof je de hele dag aan de zachte hash hebt gezeten. Ja. Zo. Ja. Ik had een barbecue, biertje, wijntje. Het was allemaal lekker. En toen het op was, ja, toen ging er een moeilijke fles op tafel. En toen had ik naar huis moeten gaan, maar dat is niet gelukt. Nee. Dus ja... Bleef het bij een barbecue of werd het een barbecue everybody? Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Mooi nummer is dat. Ja, ik probeer een beetje de Solmse sfeer erin te krijgen. Nou, dat doe je wel met die lome kop van je. Goed, we moeten even gaan. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Mooi nummer. Iedereen heeft lol met de zomer in zijn bol. Barbecue, barbecue me, barbecue... Everybody! Laat je lekker gaan. Hoera, de barbecue staat aan. Je kent echt de tekst. Ja, mooi. Ja, ik vind het een van mijn favorieten. En we gaan ook terug naar een van uw favorieten en niet die van jou. We gaan dus ouderwets om de hoek kijken. We gaan terug naar de commands. Hoe kan dat in godsnaam? Ja. Die hebben we uitgezet. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom, zie. Ja, we hadden ooit commands op de website en ja, daar was u gek op. Prachtige reacties. Er werd opgeroepen tot moord, tot verkrachting of het vergassen van een x-aantal mensen. Ja. En toen was niet per definitie zo groot en genuanceerd. Nee, het was strak erop. En toen kwamen die comments, moesten we in de uitzending voor jou behandelen. En die schaamden me rot, ik wilde niet meer. En toen hebben we ze uiteindelijk kunnen schrappen, omdat onze internetboer zei van ja... jullie worden straks op zwart gezet als dit zo doorgaat. Ja, de website gaat offline of jullie moeten dat gaan modereren. Maar dat ging niet meer. Nee, dat ging niet meer. Nee, er zaten zulke radicalen op. Ik denk dat het forum voor de Taliban vriendelijker was dan bij onze commands op een gegeven moment. Laat ik zo zeggen, als de Ku Klux Klan naar die reacties had gekeken, hadden ze gezegd... Ga maar even een beetje te ver. Ja. Hitler had gezegd, ach zo, moet dat nou zo grof. Het was echt verschrikkelijk. Maar goed, eindelijk werd het uitgezet, omdat anders de website op zwart ging. Dus we hadden het rubriekje de commands. Hadden we godzijdank niet meer. En hoe kan jij er nu opeens mee komen aanscheiden? Ja, ik denk het is dan toch leuk, omdat heel veel mensen het missen, om dan vooral... in de extra, maar dan worden de mooiste commands gepast. Maar bij de reguliere even de kijker, dat hij ons... Nou, van vorige week... Hé? Wat is dat? Ik denk dat dan het mooie is dat de kijker even vorige week kan reflecteren op deze week. Dan kunnen we dat even mee. Zijn dit de commands onder YouTube? Ja! En daar zit ook nog een bepaald filter in, hè? Dus als het verschrikkelijk is, haalt YouTube ze weg. Maar de eerste command is een totale anders, hè? Want Floris is de ster van het rubriekje. En die is ook van Floris. Die is echt van Floris. Want Floris plaatst op Instagram video's van zichzelf met allemaal teksten erbij. Ja. En dan reageert iemand eronder... Kun je stoppen met die irritante ondertitel, Floris? Die TikTok Wish Production 5 past toch helemaal niet bij pure luxe? Inhoudelijk prima kloppende reactie en nog vriendelijke vragen. Aan die tekst. En dan reageert Floris. Ja? Voor de ongeletterden van Roddelpraat die nog kijken. Snap je? Gaat hij nou zogenaamd naar beneden trappen? Ja. Die nepkakker. Ja, moeten wij nu over Floris gaan vertellen? Moeten wij de waarheid over Floris nu gaan vertellen? Ja. Als hij toch niet meer komt en hij gaat onze Kevin-achterban afzeiken, dan ben ik er wel klaar mee. Zullen we het vertellen? Ja, wat wil je vertellen? Nou, wat wij weten van Floris. Is dat een scoop? Nou ja, dat is niet echt een scoop. Ja, ik weet niet wat er nu komt. Stevie Wonder die kan er nog wel aan zien komen. Nou, punt 1. Floris Wijers is homoseksueel en die heeft een mannelijke partner. Ja. Ja, dat mochten we toch niet vertellen? Nou, flikker dan lekker op. Ja, dat is gewoon zo. Punt 2. Dat hij zo praat en uit Oud-Zuid en zijn moeder van Vrome Dreesman is helemaal gelul. Dat is gewoon gelul. Zijn moeder is helemaal niet van Vrome Dreesman. Hij biedt alles bij elkaar. Overal alle prijsjes, kortingen wordt bij elkaar gebiedst. Hij gaat alleen maar ergens vreten als hij dat gratis krijgt, zodat hij een kutstukje kan schrijven in een kut magazine van hem of op zijn Instagram. Het is gewoon een bedelaar. Het is gewoon een armoedzaaier en een bedelaar. Daarnaast verslaafd aan drugs en drank. En die gaat een beetje onze Kevin achterban lopen afzeiken. Wie ben jij dan, Floris Wijers? Je hebt godverdomme nog notabene nieuw haar voor die nicht heb je voor gezorgd. En wat krijg je terug? Stank voor dank. Oh, val me tegen. Maar nu heb je het ergste helemaal niet verteld. En het ergste vertelt Dennis nu. Ja, ik weet niet of dat wel kan. Ja, ik weet wel in me hoor. Ja, dat idee precies. Ja, dat kan ook. Nee, ja. En Floris Wijers gebruikt al, ik weet niet hoe lang, antidepressiva. Psychomedicatie, omdat hij eigenlijk het liefst aan een touwtje zou willen hangen. Citalopram. Huh? En daarom is hij ook zo dik geworden. Hij is ook zo dik geworden door de psychomedicatie. Want weet je waarom hij depressief is? Als je nou godverdomme niet ophoudt met die penten stuiten, dan ram ik hem door je reet heen. Ik vind dit wel een beetje lastig. Nee, Kijk, dat hij ons nu en financiële gegevens. En het hele probleem is van Floris Wijers met die antidepressiva. Weet je waarom hij dat gebruikt? A, omdat hij niet uit de kast durft te komen. Hè? B, omdat hij tegen iedereen vertelt dat zijn moeder heel rijk is, wat helemaal niet waar is. C, omdat hij gewoon ontzettend ervan baalt dat het zo'n dik varken is met zo'n perendruplijf. D, omdat hij aan de drank en de drugs verslaafd is. Dus de groeten met je Floris Wijers, een beetje onze mensen afzeiken. Weet je wat mij stoort? En daar heb ik ook met hem persoonlijk contact over gezocht. Maar hij blokkeert je altijd op alles direct. Kijk, die nog laf ook. Die hebben we hier uitgenodigd en dat was leuk en dat werkte. Als hij er was, jij was er niet altijd fan van. Maar het had wel iets. Ja, het had wel iets. Het had wel iets. Wij hebben hem geholpen op zijn kanaal ermee zo. En op een gegeven moment dan spreek je af dat je komt. Dan komt hij niet, dat zeggen we dan. En dan gaat hij zogenaamd fake financiële informatie en kentekens en weet ik wel wat van ons steeds delen op het internet. En dat slaat nergens op. En dit gaat dan ook maar door. En dan plaatst hij zelf filmpjes. En als hij dan kritiek krijgt voor de ongeletterde roddelpraat volgens. Alsof alle mensen die naar ons zijn achterlijk kijken, achterlijk zijn. En die van hem zo intelligent. Nou, dan kijkt bij hem echt helemaal niemand meer naar zijn video's. Als hij überhaupt al nog een video maakt. Dus het is zo... Kijk jij onze video's terug? Kijk je roddelpraat terug? Ik kijk terug wat er dan beter kan. Bij deze kan ik je vertellen dat Dennis echt de allerachterlijkste is. En voor de rest dat iedereen... Nee, maar flikker toch op. Het is zo'n dom verhaal dat onze kijker dom zou zijn. Ik zou je sterker wat vertellen, Floris Wijers. Ik heb vrienden in de autohandel. Ik heb vrienden die gewoon rijk zijn geworden. Ben je allemaal langsgekomen of je daar een filmpje mocht maken. En niemand wil je accepteren. Weet je waarom? Omdat ze allemaal zeggen dat je een oplichter bent. Goed nieuws. Breaking nieuws. Bij RoddelPraat. Daar komt ie hoor. Ja, afgelopen september. Oh, je wil een scoop roepen. Wat ben je nou aan het doen? Ja, sorry. Hey! Ja, afgelopen september kwamen wij met groot nieuws. Jan en Dennis, zonne-energie. Zonnepanelen op alle daken, hè? Op alle daken. De goedkoopste en we wouden bij iedereen op dak plaatsen. En de snelste. Voor geldbesparing van u, de kijker en de donateurs. Het was zo'n mooi idee, het was zo'n mooi plan. We hadden zo'n mooi bedrijf. Ach, Jan en Dennis zonne-energie zou gigantisch worden. We zouden heel Nederland overladen met zonnepanelen. En niet voor het klimaat, want dat kan ons gestolen worden. Maar voor uw portemonnee. Potverdikkie, potverdee. Ja, toen ging het mis. Ja, toen kwam er een aanvraag van u, die kregen we binnen. En toen hadden we een partij, die zou dat allemaal gaan plaatsen. Die zou dat oppakken en gaan plaatsen. Nou, er is niks geplaatst en wij zijn opgelicht. En dat is een enorme klootzak. Ja, nou ja, dat mag hij best weten. Ik vind dat je grof uit de hoek komt. Ja. Zo zou ik nooit over mensen praten. Maar dat vind ik wel, dat was een klote streek. En toen zaten we in zak en as. Wat moeten we nou? We konden die mensen niet helpen. En toen zijn we gaan kijken naar andere partijen die het wel konden, naar onze normen en waarden en eisen. Het moment is daar en we wouden niet meer te vroeg komen. Afgelopen donderdag stonden we bij iemand op het dak en hebben wij de eerste Jan en Dennis zonnepaneel geplaatst. Zie zo achter ons. Ja, ja, ja. We kunnen spreken van een absolute doorstart en een succesvolle doorstart. Want de aanvragen die stromen binnen bij janendenniszonenergie.nl. En we hebben een prachtige partner die het op tijd doet, die het goed doet, die het snel doet, die het goedkoop doet. Er zijn absolute toppers. Ik zou je vertellen, er zijn meerdere mensen die nu al van die prachtige plaatjes zoals hierachter op het dak heeft. Dus u kunt gewoon weer vol vertrouwen bij ons een offerte aanvragen. Ja, het is getest en uitgevoerd. En we zijn enorm scherp geprijsd. Misschien wel de goedkoopste. En we zijn supersnel. Misschien wel de snelste. janendenniszonenergie.nl. Goed, en dan rollen we van scoop naar scoop. Want je hebt er weer in, hè? Ben je klaar voor? Ja, 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 ja. Scoop! Scoop! Dat zijn ouderwets, hè? Ja, ja, ja. Ik heb meer lucht. Kort en krachtig, maar ik kwam eruit. En dan gaan we naar Mark Baanders. Ja, Mark Baanders kennen we natuurlijk van de opstart van dit programma. Ja, ja. Mark Baanders is met jou begonnen. Die hebben het 2 keer gedaan. Ja. Ja. Nee, 3 keer. Waarvan 1 keer met jou. Ja. Ja, weet je ook al wel, weet je nog waarom je langs kwam? Ja, omdat ik heel dik was geworden. Ja, dat was de aanleiding. Ja, moet je nagaan. Waar je dat brengt, hè? Nou, wat mij dat brengt? Ja. Nou, het heeft vooral jou wat gebracht. Want samen met Mark was dit nooit een succes geworden. En toen ik nog met Mark zat, zat jij er eigenlijk heel warmpjes bij. Je hebt jouw baan alles opgezegd om hier te komen. 100.000, nou niet 1 baan. Nee. 2 banen. Ja. Heb ik opgezegd. Ja, namelijk de midgolfbaan waar ik veel kwam. En ook de golfbaan waar ik veel kwam. Oh, dat kon ik niet meer betalen, de golfbaan. Nee hoor, maar in ieder geval laat ik het zo zeggen. Mark Baanders is de slijptol die we kennen wel poont, omdat hij zo'n stem heeft. En hoe komt dat? Is hij daarmee geboren? Nee, komt door roken en drinken. Maar goed, en nu kregen we het bijzondere bericht naar buiten dat de opnames van Expeditie Robinson stil zijn gelegd door Mark Baanders. Een hele dag is er niet opgenomen nadat er iets zou zijn voorgevallen met Mark Baanders. Op het eiland. Ja, 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 dames en heren, jongens en meisjes. En wat is er dan gebeurd? Waardoor hebben ze besloten om te zeggen, jongens, we stoppen met filmen. Dit gaat zo erg te ver. We kappen ermee voor een dag klaar. Want toen Dennis Tia Maria Golden Brown Drink It When the Sun Goes Down kreeg. En dan lag het schuimbek op de bamboe stengels van zijn bed. Je was op een gegeven moment, je overwoog om jezelf in het water te gooien. Om nooit meer terug te komen. Want zo ziek was je, weet je nog? Ja, die nacht was verschrikkelijk. Die nacht was verschrikkelijk. Er liepen verschillende vormen van menselijk vocht uit verschillende gaten bij Dennis. Hij was helemaal van de kaart. Hij was helemaal van de leg. Ze hebben hem met spoed met de speedboot. Ja. Dat heb je allemaal mooi gezegd. Nee, wacht even. Gewoon opgenomen, dat is wat je wil vertellen. Ja. Maar ja, zelfs toen Dennis op het randje lag. Weet je, lag op het randje. Dennis lag op het randje en toch gingen ze gewoon door met filmen. Dus wat is er dan gebeurd? Dat er gestopt is bij Mark Baanders. Ja, dan moet er wel iets verschrikkelijks zijn gebeurd. Laten we hem gewoon bellen. Hoi Mark! Een hele goede dag met Mark Baanders. Ik hoop niet dat ik in de uitzending zit. Hè? Dat ik gewoon even met jullie praat. Of zit ik in de uitzending? Nee, natuurlijk niet. Ik bel je even voor iets anders. Hoe is het met je? Oké, ja, goed. Lekker. Ik ben met huisgenootje gaan we lekker... We hebben het net... glaasje water gedronken en straks gaan we het terrasje op. Het lijkt me toch godverdomme hartstikke stug dat jij glaasjes water drinkt, Baanders. Ik moet zeggen, het viel mij ook op. Nee, maar wij hadden gewoon, gewoon eventjes gezellig. Ik moet zeggen, het is voor mij ook een unicum. Je hebt nog niet gedronken? Nee, nou ja, 1 Negroni trouwens. Oh, dan valt alles mee. Hé, Mark, waarvoor ik bel, jij deed toch mee met Expeditie Robinson? Ja, maar, Jan, ik kan daar, ik kan er niks over zeggen. Maar, ik bedoel, ik kan ook niet bevestigen... Dat je mee hebt gedaan wel? Of niet. Okay. Nee, ik kan helemaal dat als ik al mee zou hebben gedaan... Dan ben je vrij snel terug. Als ik ook op Juice-kanalen heb gelezen... Ja. Dan kan ik nog steeds niet bevestigen of het ook daadwerkelijk zo is. Oh, oké. Maar want daarvoor belde ik, want het verhaal dat de opnames zijn stilgelegd vanwege iets met jou, dat kan je dan ook niet bevestigen, omdat je niet kan bevestigen dat je er was. Nee, ik kan dus niet bevestigen dat ik er was. En daarnaast, ik heb het ook gelezen. Ja. Ik bedoel, ik heb ook gelezen wat er staat. Maar ik kan niet eens... bewijs leveren dat ik er ben geweest. En ik kan ook niet eens bewijs leveren van als ik er geweest zou zijn... dat dit hele verhaal enorme bullshit is. Want wat ik namelijk heb vernomen is... dat is de scoop. dan dat die zijn stilgelegd omdat jij iets had meegesmokkeld in je poepetje. Dit weet je niet. Ja, wat ik heb van gehoord van zeer betrouwbare bronnen... dat je verdovende middelen anaal mee had genomen in een ballonnetje. Jeetje mina, ja... Is dat niet waar? Dat is gewoon gelul. Van wie heb je dat gehoord? Ja, nou, dat is dus vanuit zeg maar de productiehoek gekomen. Nou ja, maar ik bedoel, als dat vanuit de productiehoek, dan weten zij meer dan ik. Oké, dus er is een andere reden geweest wat het probleem maakte toen jij er zat. Jij zegt het. Ik mag er gewoon niks over zeggen, Jan Roos. Ik kan er niks over doen. En sterker nog, ik denk zelfs dat dit gewoon... dat jullie nu gewoon aan de uitzendtafel zitten. Nooit! Hoe kom je daar nou bij? Ik ben wel blij dat je redelijk snel weer bent bijgekomen van die OD. Want, want het ging niet goed op het eiland. Daarom is het stilgelegd. Omdat je lag schuimbekkend op het strand op een gegeven moment. Nou, je had net even te veel blogen genomen. Dat hoor ik, hè? Oké, weet je, Jan, volgens mij zit je gewoon op te nemen. Dit is mijn verhaal en... Mark, ik heb het nooit. Markie, heb je het wel langer volgehouden dan mij? Dan ik. Jongens, jullie doen... Nee joh, we zitten in de kroeg. Hier, wij proosten nu. Hey proost, Dennis, hey. Nog één rondje, Piet. Jongens, jullie... Mark, we kunnen even met elkaar kletsen. Mark, even een andere vraag. Hoe is het met je? Maar we kunnen niet over... Nou, we kunnen niet over expeditie hebben. We hebben het over golf wat leuks. Dat kan wel, toch? Ja, het is allemaal prima. Maar ik heb, jongens... Nee. Ik heb teruggebeld. Dat vind ik lief. Misschien kunnen we het hebben over... Ik niet online kwam. Ik wist niet eens dat dit in de uitzending kwam. Ik dacht dat Jan Roos gewoon belde, maar goed. Ja, ik spreek jullie, jongens. Mark, een hele fijne dag. Iets anders. Kunnen we het hebben over Poont? Ja, dat vond hij erger dan over het verhaal. Dat vond hij nog erger, ja. Maar wat is... Jan, hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Ja, wat is nou het verhaal? Wat is nou de... Kijk... Er is een dag stilgelegd. Mark Baanders zat op dat eiland. We kennen Mark van een aantal dingen. Dat is dus zijn stem. Ja. Van die kutomroep van Dominic Weesie. Walgelijke man. Hij drinkt altijd. Maar een van zijn verborgen talenten kennen we nog niet allemaal goed allemaal. Hij houdt van een snuifje op zijn tijd. Enfin, als jij dus op dat eiland zit... en het liefste wil je de hele dag gewoon flessen witte wijn naar binnen kolken... dat kan niet daar. Nee, dus toen heeft hij dus bedacht... Wat kan ik meenemen, zodat ik er mezelf wel af en toe een beetje kan verdoven van alle ellende. Want dat doet hij al zijn hele leven. Toen heeft hij gedacht, bolletjes. Ja, bolletjes. Die slik je toch eerst door? Ja, bolletjes in je hol. Ja, maar even voor mij, dat slik je door, poep je uit. Kijk, die bolletjes slikken ze uit Colombia en Suriname en Antillen. Die slikken allemaal condooms met cocaïne door, zodat ze een hele pens vol zitten. Want die hebben kilo's van die troep erin. Maar Mark hoeft natuurlijk niet de kilo mee te nemen. Die heeft gewoon een heel klein balletje, gewoon in zijn poepetje gestopt. En we kunnen heel veel zeggen over het poepetje van Mark. Maar die is vrij soepel. Ja, die is begrijp ik bedoel. Ja, die is gedrenkt. Daar kan je zonder problemen veel pannen in rijden. Dat voelt hij niet eens. Dus, en dat schijnt hij dus daar in het oerwoud, terwijl hij honger had. We hebben zijn kontje hebben gehad, open. Hij had zo lang niet gegeten dat het niet lekker aankwam. En toen, nou deed ja, en dan gaan we naar iemand die we eigenlijk liever geen aandacht geven, toch? Nee, dat klopt. We gaan naar Alex Soze, want die was weer in het nieuws, Jan. Ja, Alex Soze die wil ook graag in het nieuws komen. En daarom doet hij iedere keer weer iets verschrikkelijks. Waaronder mij bedreigen. Ja. Hij heeft mij heel vaak bedreigd. Nee, Alex Soze leeft op een vorm van aandacht. Toen ik was gestoken, schreeuwde hij toch... Ze moeten je hele bek openscheuren! Ze moeten je doodmaken! Ja, nou ja, een beetje dat niveau. Ja. Alleen, deze week moesten we er toch een beetje aandacht aan besteden... aan deze man uit Groningen. Die alles kan kapot schreeuwt. Omdat hij deed nou iets waar toch wel heel veel mensen een beetje verdrietig van werden. Ja, Alex Soze ligt op een bedje en dan komt hij op een gouden plan. Ja. Je weet toch waarom katten hekel aan hebben? Nou. Hé, lief poesie. Hé, lief poesie. Hé, kun je ook zwemmen? Kun je ook zwemmen? Wat? push. Ja, dit is wel een soort van uiterst dieptepunt die je kan bereiken voor content als je dan een dier mishandelt in een filmpje van 20 seconden. Ja. Het is zo leeg. Ja. Het is zo verschrikkelijk leeg. De volgende stap is dat hij een rietje in de kont van een kikker stopt. En dan paf! En dan knalt dat kikkertje. Ja. Wat is hier nou? Ja. Maar dit is... Ja. Wat moet je nou voor zeggen? Ja, het wordt al wel steeds lager, hè? Ja, we zijn nu bij dierenmishandeling aangekomen. Ja. Na het mishandelen van een agent. Ja, gaan we nu kat in het water flikkeren. En binnenkort waarschijnlijk, weet ik veel, een pauw. Dan stopt hij een rotje in de hol van een pauw. En dan zegt hij, ik zeg Pietje, Patje. En dan, pauw! Dan zie je alleen maar veren. Ja. En dan zegt hij, oes. Ja, wat moet je ervan zeggen? Kijk, en als je er weer echt serieus er wat van zegt... Nou, maar dat je afvraagt hoe het met de verstandelijke situatie van deze meneer zit. Ja, dan gaat hij zeggen, Jan Roos... Ik sla je kapot, ik kom je opzoeken. En ik sla je kapot, vuile k***er. Ik maak je dood. Oeis. Ik denk, ja, dat heb ik nou ook wel gehoord. Ja. Mijn kinderen noemen hem altijd, is dat die meneer die jou dat bedreigt? Oké. Ja. Alex die zei tegen mij van, kun je mij bellen? Kun je me dan in de show bellen, want ik krijg nog veel kritiek. Dan kan ik dit uitleggen. Au, hij gaat uitleggen waarom we die kat in het water hebben gegooid. Ja, hij heeft daar een goed verhaal bij, zegt hij. Nou, ik wens jullie veel plezier, want ik praat niet met die man. Hier, snel, pap, het is Dennis. Oh, zijn dochter. Oh. Ja. Hallo. Goeiedag even. Ja, Alex met Dennis. Hey, goeiedag. Hey, goeiedag. Ja, we hadden afgesproken. Nou, jij eigenlijk wou je hier zitten, toch? Ja, in principe, kijk, lijkt het mij niet verkeerd dat we weer een keer tegenover elkaar staan. Wat is er nou gebeurd met die kat? Vertel dat nou eens. Nou, wat er gebeurd is met die kat, kijk, die kat dat is mijn maat. En die kat dat is eigenlijk een soort, soort soldaat van die hotel waar wij zaten. En goed, het is een buitenhandje, hij had al die katten daar onder de duim. En op een gegeven moment kwam hij de hele tijd bij me liggen. En als er andere katten kwamen, dan jaagde hij hem weg. En toen heb ik even een geintje met hem uitgehaald. En dat geintje, ja, dat werd nogal ernstig opgenomen door de medelanders. Oh ja, nou, nu je het zo uitlegt, moet ik eigenlijk zeggen, dat is toch bizar eigenlijk. Ja, want ja, als die kat een soort van legeraanvoerder is, een soort van foute Mussolini en jij geeft hem even een standje, ja, dat moet kunnen. Ja toch, kijk, zo heb ik het ook later wel even toegelicht. Ja. In het tweede filmpje heb ik hem ook nog even gehaaid. En het beestje is heel wijs bij mij en ik met het beestje. Ja. Want het blijft natuurlijk gewoon een leeuw, hè? Ja. Een leeuw eten is. Maar je moet wel scherp blijven natuurlijk. Ja, dat leg je goed uit. Ja. Dat maakt veel... Ja, ik vind het eigenlijk zo'n goede uitleg. Ik heb er niks meer op in te brengen. Nee. Oké, dan Dennis. Nou goed, dan heb ik er ook weinig nog op te zeggen. Ja, nee, misschien wil Jan nog wat zeggen. Nou, ik heb wel eens leukere filmpjes van een natte poes gezien. Ja, dat begrijp ik. Ja, en Dennis van minderjarige natte poesjes. Maar ja, kijk, dat zijn dingen wat goed kunnen, hè? Toch? Nou ja, dat is hoe je ernaar kijkt. Ja. Maar Alex, hè, jij hebt ook... Volgens mij een vriendin en een hoop kinderen. En dat ziet er allemaal leuk en gezellig uit. Ja. En volgens mij ben je nog lang niet zo achterlijk als dat je voelt. Waar haal jij hier, zeg maar, blijheid uit aan dat je dit doet? He, want ik heb ook wel eens dingen gedaan en denk van, dat moet ik niet doen. Maar een weerloze kat in het water gooien en dan heel hard gaan schreeuwen. Ja. Heel eerlijk, Dennis, als heel Nederland B zegt, zeg ik A. En als heel Nederland A zegt, zeg ik B. En dat is een beetje mijn recalcitrante kant. Ja. Ik bedoel, ik mag graag een beetje tegen dingen aanschoppen om mensen wakker te schudden. En ja, goed, kat was wakker. Ik denk als ik nu zeg maar... Jan Roos ook, hè, is ook een teringlaaier. En dat scoort hij ook mee. Dus wat dat betreft... Dus eigenlijk lijken Jan en jij wel veel op elkaar. Nou, misschien qua innerlijk, maar uiterlijk laat ik niet zeggen. Jij bent eigenlijk de knappe Jan Roos. Ja, nou, zo moet je dat zien. Ja. En hij is de verstandige Alex Soze. Zo moet je dat een beetje bekijken. Ja. Zo, hij wil te veel van hem en ik te weinig van en andersom. Hersenen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Laatst nog een test, jongens. Ik ben... overgemiddeld intelligent en op het gebied van organisatie en planning. Oh, en dan kan je misschien wel ergens in een magazijn werken. Wat zeg je? Daar hebben mensen voor geleerd, Jan. Dat was 2 keer, hè? Ja, ja, mooi. Ja, ja, zeker, Alexie. Nou, bedankt voor je uitleg. En nou, tot het volgende filmpje als je weer een beest... Heb je wel eens over nagedacht om ouderwets zo'n rietje in een reet van een kikker te stoppen en hem dan op te blazen? Nee, dat vind ik een beetje te ver gaan. Hè? Oh, dat is dieren... je bent geen dierenbeul. Dan gaan we naar... Mia Nicolai. Ja. Ja, en die kennen we natuurlijk nog van... Van haar geweldige optreden samen met... Dion Cooper. Wie? Dion Cooper. Dion Cooper bij het Songfestival. Dat geweldige nummer. Ze hebben ontzettend gestreden en hun best gedaan. En het resultaat was verschrikkelijk. Maar ja, dat nummer was ook verschrikkelijk. En die mensen waren ook allebei verschrikkelijk. Het was gewoon verschrikkelijk. Ja, alles eigenlijk. Het was gewoon verschrikkelijk. Maar goed, Mia Nicolai die wil meer, groter en groter. En ja, die maakt ook nieuwe muziek. Ja, mooi. En wordt geïnterviewd door Aram Baden. Ja, die ken je van. Aram Baden. Ja, hij zit... halverwege de endeldarm van de BN'tjes die hij spreekt. Ja. En ja, dat is echt een bruinwerker. Hij vindt alles mooi en iedereen goed. Ja. En die heeft een interview met Mia Nicolai. Komt-ie. Het leek mij wel leuk om een stukje te laten horen van een liedje. Zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Het liedje gaat Running on Batteries heten. En hier komt-ie. Ook een kutnummer. Ja, dit is heel... Jezus, wat een waardeloos nummer. Running on Batteries. Maar ook wel mooi, hè? Ja, hij hoort dat. Ja, Running on Batteries. Wat een debiel. En dat betekent opgeladen batterijen. Bijna. De finale is niet bereikt. Nee. Hoe erg baalde je ervan? Ik weet niet of balen het juiste woord is. Ik bedoel, je werkt er heel erg hard naar. Ik ben gewoon heel erg iemand die altijd naar heel erg positieve dingen kijkt in het leven. En... timing. Dat is ook waarmee ik het ga afsluiten. Want de tijd... Wij gaan hier lekker door met opnemen, zoals je ziet. Dus de tijd om. Ja, de tijd om de wekker. Ja, dat was mijn wekker. Toch staat ze ook nog even stil bij haar duo. Ja, zij heeft dus een wekkertje gezet voor het interview. Kijk. Hier zie je dus het grote probleem van BN'tjes. We stonden wel voor lul. Die mensen konden er geen hout van. Prima. Dan gaat dat meisje solo. Nobody cares. Niemand zal ooit meer naar haar optreden gaan. Niemand zal ooit meer iets van dat meisje willen horen of erheen willen gaan. Die carrière is afgelopen. Die is gebroken. Dat is niet zo gek, want ze konden alleen maar vals zingen. En dan word je nog geïnterviewd door RTL Boulevard. Nou, ik denk een van de allerlaatste interviews van haar leven. Ja. En dan zet je godverdomme een wekkertje. Ja. En dan gaat tijdens een interview... priep, 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 priep. Het wekkertje zegt ze, ja, mooi. Afgelopen, ik heb geen tijd meer voor je pik. Ja. Hoe de fuck is she? Ja. Zij is de loser van het afgelopen Songfestival geweest. Maar goed, ze komt dus met nieuwe muziek. Leuk. We kunnen nog 1 keer kans geven. Nou ja, ik kan daar heel duidelijk over zijn. Ten eerste, nou, we gaan niet eens over het nummer hebben, want het is verschrikkelijk. Overigens was dat ook helemaal geen nieuw nummer. Dat hebben ze in 2021 al een keer opgenomen. Oh. Dus ze plucht het nu als nieuw nummer, ja, omdat ze helemaal geen nieuw nummer heeft. Okay. Maar ze wil natuurlijk gewoon haar carrière laten rollen. Ja. En na dat klote optreden bij Songfestival moet ze nu een nummertje hebben uit 2021. Toen kende ook niemand, dus er is niemand die zegt, ja, dat is een oud nummer. Want niemand luistert naar. En het is helemaal verschrikkelijk. Maar wat ik mij een beetje afvraag, dat meisje, die ziet er verschrikkelijk slecht uit. Slecht verzorgd. Ontzettend lelijke kleding. Nou, ik weet niet wat... Die kapper. Nou, dat is geen kapper geweest. Dat lijkt wel of een stel ratten dat hebben afgevreten bij hem. Ze heeft van die junkerige huid heeft ze dan. En die gaat dan heel raar dansen. Verwacht ze nou dat iemand dit leuk... Dat vinden ze misschien leuk in een kraakpand in Amsterdam. Maar de rest in Nederland vindt dit niet leuk. Niemand vindt dit leuk. Het is een slecht zingende heroïne-junk. We don't care. Flikker op. En je houdt toch niet van Nederland? Je bent heel erg internationaal. Dan probeer lekker door te breken in Amerika of zo. Flikker op. Viel het jou ook op dat ze geen BH droeg? Nee, dat is ook niet echt nodig. Ze hebben ook geen titels. Ja, nee, ja, maar kijk, als je goed kijkt, zie je hier. Kijk, zij draagt geen BH. Maar dan zie je de tepels. Zie je dat? En dat is nou tegenwoordig helemaal een trend. Onder de jonge vrouwen zie je het. En eerst dan doen ze een t-shirt aan. En dan, dan zie je dus die tepels door dat t-shirt. Dus dan heb je ook wel eens met uitgaan. Dan kwam ik er dan één tegen. En dan praat ik dan mee. En dan zegt zij, uiteindelijk was er een heel kort gesprek. Ze zei, ja, jij kijkt heel naar mijn borsten. En dan denk ik, ja, vind je het gek? Want jij hebt geen BH aan. Ja, maar dat vond ze dan toch bij een viespeuk. Dan denk ik van, doe een BH aan. Raar gelul. Ja, maar dat is echt zo, hoor. Tegenwoordig doen al die heel veel, althans van die types, doen geen BH. Nou, op zich moeten ze zelf weer. Maar dat vind ik niet raar dat je dan gaat kijken. Het probleem is, nou ja, goed, dat kijken dat maakt me niet zoveel uit. Maar mijn probleem is meer dat met die hype van geen BH, heel veel borsten worden daar niet veel beter van. Je ziet dan van die bananentieten, zie je dan. Je ziet van die rare flubbertieten aan de zijkant. Heleboel. Je kan beter een BH doen, dan lijken ze rond. Het is wel net een heel lelijk jongetje. Het is net een heel lelijk jongetje uit Moldavië. Het is een heel lelijk Moldavisch klein jongetje. Ja? Ja, die ze voor een paar roebels in zijn reet laat naaien. Dat wordt toch steeds verschrikkelijk. Het is toch net zijn junkies. Die vanaf de 12e uit huis is gegaan en lekker de wereld in wilde gaan. En nou ja, het is nu gewoon een boy whore in Moldavië. Ja, ik probeerde deze belediging weg te trekken naar een nieuwe modetrend. En dan gaat het maar door dat ze een of andere heroïne-junk is bij Moldavië. Ja, maar een jong kereltje. Ja, verschrikkelijk. Nou, ik wil het er gewoon over hebben. Dames, hè, dan spreek ik ze weer even toe. Ja, nee, dit kan natuurlijk wel, hè. Als jij je borsten draagt zonder BH, prima. Maar dan mag men ook kijken. Als ik zonder onderbroek loop, hè. Nee. Maar nee. Zij lopen niet in blote tieten. Nee, oké, maar als, ja, ik dus als ik een broek aandoe, zonder onderbroek, ja? Ja, dan mag men dat ook naar kijken. Wat ziet men dan? Ja, wat ziet men dan? Ja. Nou, het is niet dat ze op een gegeven moment denken, hé, dat is een soort van komkommer tot zijn knie. Nee. Ja, ik had laatst dit bobbeltje wordt niet vergroot of zo. Ik had laatst een beige broek aan. Toen zag ik ineens, was ik in een salteerde toilet geweest, zo'n urinevlek. Ja, dat is nodig. Ja, en dat dekt een onderbroek wel een beetje. Hè? Ja, maar je had toen geen onderbroek aan. Nee. Waarom niet? Ja, dat gaat te ver dit allemaal. Nee, dat gaat helemaal niet te ver. Waarom had je geen onderbroek aan? We waren daarvoor wezen eten en al veel wezen drinken. Je hebt je broek volgeschreven. Ja. Ah, jezus. Wat? Heb je slecht Chineesje te pakken? Ja, nee, dat viel al. De pang-pang voelde niet zo lekker. Toen dacht ik van, wat moet ik daar? Waar heb je in je broek geschreven? Bij de Chinees al? Nee, in het restaurant. Het was geen Chinees. Oh, welk restaurant? Ja, dat zeg ik toch niet, maar ik kom er nog wel eens. Maar gewoon, ik had gewoon... Tijdens het eten scheet je in je broek? Ja, nee, daarna, maar ik zat er nog wel. En toen dacht ik, nou, we moesten door. Ik kon natuurlijk ook niet delen, want er zaten ook vrouwen en zo bij. En dan heb ik die onderbroek vakkundig weggegooid. Maar ja, goed, ik had een beige broek aan, dus ik was al lang blij dat er niks van te zien was. Omdat ik op tijd die onderbroek uitdeed, want dan had ik een plas gedaan. En dan dacht ik, oh, dat valt wel op. Dan gaan we naar, ja, toch wel één van mijn favorieten. Kijk, ik vind dat het mooi is als iemand het probeert. Als je ergens voor gaat en je probeert en je probeert en je probeert, maar het lukt maar steeds niet. Nee, dat vind ik ook mooi. Ja, vind je dat mooi? Ken je daar een paar voorbeelden van? Ja. Nou? Oh ja, ja. Politiek. Sam van Dijk. Ja, Sam van Dijk die heeft natuurlijk alles al gedaan. Die heeft een clipje opgenomen met Ja, de aanhouders zelfs in. Toen met het nummer Halleluja. Hij heeft gerapt. Hij heeft gerapt. Hij heeft zich al een paar keer in een zijrolletje van een tv-programma via zijn vader en moeder geprobeerd. Ja. Sander de Bousserie en Wendy van Dijk. En nu denkt hij, ik moet nog meer meeliften op het succes van mijn ouders. We kunnen stellen dat Sam van Dijk zo weinig talent heeft dat de kruiwagens van zijn ouders, van Wendy van Dijk en Xander de Bousserie, hem niet een carrière hebben opgeleverd. De man is talentloos. Maar toch denk ik dat hij er nog komt. Hij heeft zo'n goede achtergrond, dat moet lukken. RTL Boulevard gaat de aandacht aan, dus dat is goed. Want Sam van Dijk heeft een cover gemaakt van een nummertje van zijn vader, Xander de Bousserie. En hij laat het nu horen met de reactie van de Bousserie erbij. Ja, die vindt het vast heel goed, want dat is zijn vader. Ja, ja. Komt-ie. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben vandaag met mijn pa. En ik ga hem verrassen met een remake die ik op zijn nummer heb gemaakt. Yes, let's go. Ja, het mooie is ook, je moet eens naar dat ongemak kijken van die vader. Ja, die vindt het... Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben vandaag met mijn pa. En ik ga hem verrassen met een remake die ik op zijn nummer heb gemaakt. Vet. Let's go. Benieuwd. Vet. Ik ben benieuwd. Ja, dat gaat het niet. Maar het is niet, je ziet niet een vader die denkt, ik ben hier heel blij mee. Nee, je bent niet, nee. Er is maar één blij, dat is hij. En niemand weet waarom de sterren vallen. Klinkt goed, man. En niemand weet waarom de dood ons volgt. Jou je bij me is de reden dat ik lach. Jou je bij me is de reden dat ik niet slaap in de nacht. Alles zijn verzacht en je stem die is zo fijn. Ik wil gewoon vooral bij je zijn. Hou me vast. Mijn hoofd in je schouder. Vond je dat papaatje? Jeetje man, ongelooflijk ben ik. Ja, ik wist natuurlijk wel een beetje wat, maar als ik hem nu zo helemaal afhoor, het is echt, ja, ik vind het super gaaf. Uitbreid, hè? Ja, die moet het uitbreiden. Ja, die moet het wel. Gaan jullie TikToks maken? Leuk. Gaan jullie TikTok maken nu? Ja, maak een TikTok. Oh, wat is dit show. Ja, dit is wel pijnlijk, hè? Dit is heel... Ja. En je ziet wel dat die vader van hem houdt. Maar aan de andere kant is hij ook een beetje schaam voor die jongen. Ja. En dat hij dan zegt, heel vet. Nou, ik weet het niet. Maar dat nummer werd even stevig verkracht, zeg. Ja. Godsamme kraken. Ik vind dat een leuk nummer. Ja. En, ja. Het werd eventjes onderhanden genomen door Sam. Alle jezus. En, ja, dan moet je kan dat moeilijk... Daarna zit hij in de auto en zegt... Wat heb je godverdomme nou met muziek gedaan? Wat is dit voor prutswerk? Jezus Christus, dat wil geen hond naar luisteren, idioot. Ben je helemaal paf, ben je helemaal gek geworden. Dat doe je niet. Dus dan zeg je, jeetje vet. Ja, echt heel goed. En je denkt alleen maar, oh wat erg dit. Kan die jongen niet gewoon een keer stoppen met die carrière najagen? Kan hij niet gewoon, weet ik veel, gaan harken bij Hilversumse gemeente of zo? Ja, dan gaan we nog even naar de moeder. Oh, nou weddenpen. God, wat heeft die meid toch een ongelooflijke Himalaya aan cocaïne door dat kleine neusje heen getrokken. Verschrikkelijk. Ja, maar wat is het nieuws? Ja, ik denk het niet, want Wendy van Dijk is trots en die zegt... Luister naar je onderbuikgevoel, zegt zij tegen haar kinderen van jongs af aan. Ze heeft haar Reiki-diploma gehaald. Wie? Reiki-diploma. Wendy van Dijk heeft haar Reiki-diploma. Nou, dat haal je pas echt als je ongelooflijk veel drugs hebt gebruikt. Wat een onzin is dat. Kun jij uitleggen aan Nederland wat Reiki is? Bijpassende muziek op de achtergrond. De rij. Ja? Is je geest, je ziel. En de ki staat voor energie. Mooi. Ja, ik heb ooit een keer Reiki-behandeling gehad. Toen was mijn vader net met zijn nieuwe vriendin Carolientje. En nou ja, er was ooit een periode, toen was ik goed met haar. En, maar ja, toen zat ik er een beetje een moeilijke tijd. Had je een moeilijke tijd? Ja. Tussen welke moeilijke tijd en welke moeilijke tijd was dat deze moeilijke tijd? Dit zou ongeveer zijn geweest zo rond 2011. Net van het speciaal onderwijs af, zonder diploma en moeders niet meer in beeld. Nou ja, toen zegt ze van, ja, weet je wat jij nodig hebt? Reiki. Nou, dus op een gegeven moment... Ja, echt. Ja? Ja. Nou ja, dus dan kom je zo'n huis. Dat heel over, wie zei dat tegen jou, dat je Reiki nodig had? Carolientje. Carolientje? Ja. Oh. Had ze het niet over haar homoseksuele neef Ricky? Dat jij het verkeerd hebt verstaan. Weet je wat jij nou nodig hebt? Ricky. Ja, Ricky. Nee. Even sabbelen aan het pikkie van neef Ricky. Nee. Niet? Nee, want nee. Het was echt Reiki. Ja, was... En met klankschalen. Nou ja, je kon... Oh, nee, je kon het ook. Dan een hekel aan dat soort wijven. Ja, maar er is een vrouw van 80 de deur op. Zo achter zo'n rollator. Zo, oh, echt? Zo, ja, dan zegt ze, ja, goed dat jullie er zijn. Maar ik hoorde alleen dat Reiki... Maar wat doen ze dan? Massage was. Nou, je kon naar binnen, dan ga je naar boven. En dan komt er van die muziek... Ja, van die Mongoolse keelklanken. Ja. Goed, ik was daar dus en Caroline die stond bij mijn hoofd en ik lag in mijn onderbroek. En toen zag je haar Venusheuvel? Nee, wat een gelul. Ik heb weer... Nee. Oh, kan dat. Ik keek mee en nou, die muziek die kwam op. Dus op een gegeven moment denk ik van, nou ja, goed. En dan ging je onderbroek, dat is een vrouw van 80. Je onderbroek uit? Nee, in je onderbroek. In je onderbroek. Echt? En die vrouw... Was je niet bij een tantra? Massage. Nee, het was geen seksuele massage. Die vrouw was 80. Nou, en die kunnen er wat van. Die doen een gebit uit. En je krijgt de beste blowjob van je leven. En zij gaat zo met haar handen over mijn rug. Zo met die muziek. Het was ook niet echt massage, het was meer een aanraking. Zo. Ja. Zo, dat ging zo dan over je hoofd of zo. Zo tik, 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 tik. En toen op een gegeven moment zegt ze: ja, ik voel waarom jij hier bent. Oh? Ja, ik zeg: oh, ik zeg, nou, dat is toch top. Op dit moment is er een man om mij en jou heen. En die is onlangs overleden. Oh. En die wil jou wat vertellen. Oh, wie was dat? Oom Henk. Die, Is dat oom Henk van de kelder? Nee. Waar jij toch wat, ja, laten we zeggen, dagen van jouw leven hebt vastgebonden gezeten? Nee. Oom Henk, die jou... Oom Henk, waar heb je het over? Ah, je weet best wel van oom Henk. Heb je dat zelf gezegd? Daarom zie je toch in therapie? Ja, je kan toch niet het leven meer positief inzien sinds je door oom Henk bent misbruikt in die kelder? En ik ben blij dat je nog leeft. Maar jij hebt heel vaak tegen mij gezegd, ik zie je niet meer zitten. Ik zeg, waarom niet? Oom Henk. Dan begin je weer over het gezeik over die kelder waar je zat. Of gaat het niet... Was het iemand anders? We hebben allebei afgesproken. Ik zou nooit vertellen dat jij je vrouw in elkaar hebt geslagen. En jij zou nooit vertellen over de misbruikzaak met oom Henk. Maar ja, je toch open in die eer wil zijn. Ik ben blij dat je die rechtszaak over de voogdij van je kinderen wel hebt gewonnen. Deze af en toe nog wel zien. Ja, moest ik ze wel voor bedreigen allemaal. Maar gaan we. Ja. Nou, dan mag je die tactieken in onze zaak ook wel eens voorhouden. Maar goed, ik zo met die vrouw, en die vrouw die zegt zo... Ja, er is iemand meer. We gingen naar de kelder van oom Henk. Oh. Eén ding kan je wel van oom Henk zeggen. Want er wordt wel fout gesproken over oom Henk. Hij deed wel altijd een dotje spuug op. Ja. Ja. Maar hij was van mijn moeders kant, hè? Hij was van mijn moeders kant. Ja, ja, ja. Maar... Dat deed oom Henk altijd, zei, heb je verteld. En dat zegt die vrouw, dat is jouw opa. Nou, ik denk, wat is dit nou weer? Ja, was oom Henk helemaal niet. Nee, opa. Opa, zeg dat dan gelijk. Ik ben oom Henk. En ik zeg zo tegen die vrouw. Ik zeg mijn opa, ja. En die wil jou wat vertellen. Je opa vindt dat jij het heel goed doet. Ik denk, nou ja. Ja, dat is aardig. Ja, maar je wist ook gelijk dat het een leugen was. Nou ja, precies. Want alles ging toen mis. Ja. Maar het meest frappante was... Ik zeg, ja, ik zou het u wel vertellen. Maar ik zeg, en dan kan die vrouw bij mijn hoofd bevestigen. Ik zeg, wij komen net bij opa vandaan. Ja. Ik zeg, die was een kwartier geleden nog niet dood. Oh, oh. En toen zeg ik, Caroline, een beetje kennen. Dat is jouw vader. Ik zeg, nee, maar dat was zij dan nu niet. Dus dat was het ook niet. Oh, nou ja, toen heb ik... oom Henk? Nee, nee, ook niet. Ik heb me aangekleed en ben weer weggegaan. Dat reiki, dat is... ging bij oom Henk minder snel dat ik alleen weggaan. Dat moet ik... Wat is dit toch, man? Ik vertel je gewoon een serieus verhaal. Ik vind... Ja, maar dat initiële gebruikt iedere keer. Is dat een soort... Fantastisch. En dan gaan we naar... Het blokje, we gaan... Reclameblokje. Ja, en wat fijn dat u er nog bent. Ja, u ziet iets heel bijzonders nu voor ons, maar daar komen we zo meteen op terug. Want we gaan eerst naar roddelpraat.backme.org. Oh ja, want laten we onszelf niet vergeten, Danny Boy! Alsjeblieft. Volgende week hebben we de uitspraak van de rechter en horen wij hoeveel wij moeten betalen aan John de Mol. Ja. En dat kunnen we alleen maar doen. Ja, dat doen we liever niet. Maar we kunnen alleen voorbestaan en dat doen. En ja, als we dat niet kunnen betalen, kunnen we ook niet voorbestaan. Door jullie prachtige donateurs van dit prachtige programma. En jullie doen dat niet volledig en alleen voor niets. Nee, jullie doen het allemaal vanuit liefde voor het prachtige programma. 5 eurotjes per maand geven jullie voor dit mooie programma een donatie. Dat we dit kunnen maken. En we willen wel iets terug doen. Een geste. Dus watgene wat we overhouden van deze opnames. Dat gooien we in een klein balletje. En smijten we hoepelepoeps het op de poestoep. Om 6 uur op donderdag in je doosje. Ja, we staan nog op YouTube. Maar als we alles wat we zeggen erop zetten, is dat niet het geval. Dus de dingen die we niet hier kunnen uitzenden. Want gek te heftig. Of ja, onderwerpen die niet meer besproken mogen worden. Sturen wij naar u. Naar de donateurs. U bent onze held. Yes. En dan gaan we naar... Nog niet naar het product wat hier op tafel ligt. Nee, we houden spanning. We gaan nog even naar onze bolletjes. Jan en Dennis Zonenergie. Even het al gehoord. De doorstaat. Vandaag besteld. Morgen de panelen op uw dak. Vandaag gebeld. Morgen de airco aan de muur. Oh. Ja, yes. Vind je dat niet een beetje snel? Vind ik niet zo gek. Doe de scan op janendenniszonenergie.nl. U voert uw pascode in. En u krijgt een foto zien van uw dak. Hoeveel paneel erop kunnen. Ja. En wat het gaat kosten. En wanneer u uw geld er weer uit hebt. Ja, en toch wil ik even wat zeggen. Mogelijk heeft u ooit een offerte aangevraagd een tijdje geleden. En is het niet goed gegaan. Maar we hebben nu een fantastisch team voor u klaarstaan. En die zijn al aan het leggen. Die houden hun woord. En die komen zo snel mogelijk voor u deze mooie klus maken. Jan en Dennis zonne-energie.nl. En dan gaan we naar ons... Ja, dit wat op tafel staat. Ja, wat is het? De e-Lion automatisch wiegsysteem voor kinderen. OJ, draai maar iets meer naar beneden. Hallo! Ja, ja, het lukt hem. OJ! Het lukt hem. Want u denkt, wat is dit? Nou, als u een kindje krijgt, en dan, kunt u, ja, dan is dat heen en weer schudden natuurlijk heel vervelend. Dat kan dit geweldige apparaat doen. Ik zou je wat vertellen, Dennis. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb 3 kinderen. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Maar ja, als ze baby's zijn, dan slapen ze slecht. En dat betekent dat jij als ouder ook vaak slecht slaapt. Wanneer gaan die rotkinderen nou wel slapen? Als je met ze gaat wandelen in een kinderwagen. En wanneer doe je dat in een kinderwagen? Ja, als je dus niet ligt te slapen. Dus je moet altijd wakker zijn, zodat zij kunnen slapen. En wat doet deze fantastische uitvinding? Deze e-Leon, want het is niet een lion, het is een e-Leon. Deze e-Leon, ja, die doet dus eigenlijk het werk wat jij moet doen. Dus jij kan een tukje doen en dat kind wordt heen en weer gewiegd in zijn mandje. Liever gezegd, je kan lekker slapen. Je kan je vrouw nog een keer zwanger maken. Of je geeft zelf gewoon lekker een rukkie aan. Want, het kind kan de was doen. Ja, 3 standen heeft hij. Die kun je allemaal met de app bedienen. Dus met je telefoon laat je hem heen en weer gaan. €99 op e-lion.nl. i-lion.nl. Streepje of streepje? Streepje. Ook streepje. Dat is toch geen geld? Dat is geen geld, want voor die €99 de hele dag met die rotbabies rondjes lopen zodat ze kunnen maffen. Met je wallen tot je ballen. Dat is een stuk duurder. En dan gaan we naar het warmtepomp collectief. Het beste collectief is weer wat nieuws gekomen. Ja, het beste warmtepomp collectief van Nederland. Ja, Jan, warmtepompen zijn veel het nieuws. Wat is er ook alweer mee? Ik weet het niet. Ik weet ook niet helemaal echt serieus wat dat doet. Volgens mij doet het iets met grondwarmte of zo. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Het is in ieder geval heel goed voor het klimaat. Ja, en als het werkt, ook goed voor de portemonnee. Zeker! Het is een studentencollectief is daarmee begonnen via het warmtecollectief.nl. En hoe meer inschrijvingen, hoe hoger het collectieve voordeel. Dus wilt u met meerdere mensen dit kopen, nog meer korting. Ja. De korting kan wel oplopen van €3700 tot... €8750. Ja, precies. Een brilletje? Ja, bijna wel. Een leesbrilletje. Dus wat betekent, ga met je buren in gesprek, met de VVE, met iedereen in de straat of met je familie. En zeg, wij willen met deze hele club graag warmtepompen bestellen. Bij het warmtepompencollectief.nl krijg je dan een extra korting. Ja, en bespaart tot 70% op het gasverbruik per jaar. Het is toch niet te gelovig? Investeringen vaak terug in 3 jaar. Dat is toch bij Jan en Dennis Zonne-energie, zonnepaneels is al in 1,5 jaar. Ja, maar dat moeten we niet zeggen bij andere adverteerders, want dan worden die boos. Ook waar. Enfin, helemaal met deze huidige gasprijzen is de collectieve inkoop van fantastische manier om geld te besparen bij warmtepompencollectief.nl. En dan, wil je nog naar... ben je weg kwijt? Ja, we gaan naar Profiel Ouweling Thuizen. Ja, dat is de fietsenwinkel waar RoddelPraat altijd een duimpje voor omhoog doet. Johnny Boy. Johnny Boy. Of je stopt hem bij hem in. De poepert. Ja, dat kan ook lekker. Ja, lekker. Ja, altijd met Johnny dansen gewoon... en kussen in de zandtje. Jullie moeten gewoon je eigen hobby... Gisterdag uit eten geweest met John. Ja, jullie moeten gewoon je eigen hobby's met elkaar delen. Maar als je een mooie fiets wil, dan moet je naar... hoe heet dat? Wat is dat tent? Jij hebt een fiets ervan gekregen. Nee, is Profiel. Ouweling, Thuizen. Nee, dat is de fietsspecialist. Profiel. Profiel, de fietsspecialist Ouweling Thuizen. En de actie van deze week is speciaal voor onze RoddelPraat vrienden donateurs. 2 halen, 1 betalen op diverse fietsen op voorraad in de winkel. En de actie loopt tot en met 10 juni 2023. Johnny. 2 halen, 1 betalen. En dat is ook vaak met John en Dennis in de santé. Jullie doen dat nog wel eens triootjes? Nee, dat heb je zelf gezegd. Nee, dat zeg ik niet. Nou, in ieder geval 2 halen, 1 betalen. bij Profiel, de fietsspecialist Ouweling Tuzen. Ja, hartstikke mooie actie. Dat geldt op alle fietsen, hè? Niet op alle fietsen van mij. Sobere klote actie. Dat geldt op alle fietsen. Oh, wacht eens eventjes. Jij hebt vorige week geklaagd over de elektrische fiets die jij gekregen had van John. Ja. Wat voor fiets heb je nu? Ja, ik heb weer nu een tweedehandsje van John. Nee, je hebt een prachtige fiets gekregen. Een tweedehandsje? Ah, klootzak. Ik vind John privé een geweldige vet, maar qua fietsen, ja. Hij heeft een fantastische fiets aan je gegeven. Dat is een tweedehandsje. Nou, hij zegt zelf dat het een fantastische fiets is. Ja, dat zou ik ook zeggen. Nou, in ieder geval, ga naar Profiel, fietsspecialist Tuzen voor je fietsen. Ja, of ga naar de e-leon.nl voor deze babyschudder. Of koop een warmtepomp. Ik vind het allemaal goed. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor jullie krachtensteun. We zien jullie heel graag terug op bij de extra roddelpraat.backme.org. En dan groeten we u voor vandaag. Dag. En volgende week zijn we arm, want heeft oma John ons leeggetrokken. Dat hoort u dan. Doei.